Joey Slegers is terug bij FC Eindhoven. De Helmonder begint aan zijn derde periode bij de club waar hij in het seizoen 2021-2022 nog 21 doelpunten maakte. Na wat omzwervingen in de Verenigde Arabische Emiraten en bij ADO Den Haag is hij nu dus terug bij zijn tweede thuis. Maar zijn roots liggen bij amateurclub HVV Helmond. Hij is voor even terug om herinneringen op te halen. Vroeger speelden we onze wedstrijdjes daar, E-veldjes, op die velden. Kleedkamers hierachter, maar voor de rest is eigenlijk alles hetzelfde gebleven. De kantine staat er nog gewoon zoals die was. Ja, hoe is dat dan om hem hier van de kleins af aan mee te maken? Ja, top. Een stap in, maar een paar jaar gevoetbald hier. Maar was op het bijveldje was je had met die pap aan het trainen. Op trainen, ja, een beetje voetballen. En ik kon alles in dat ja, toch een goede weer. Joey Slegers, is hij sterker dan Stankovic? Ja, hij is geduldig. Stankovic op het verkeerde been. In Eindhoven noemen ze hem soms gekzingend als de Messi van de Aalsterweg. Hoe vinden jullie dat? Ja, wel, beweging en snelheid had hij allemaal. Hè. Hij moest toch wel een klein beetje witter, een beetje erin. Maar snelheid en beweging had hij allemaal goed, ja. Samen met mijn neefje in de F's was het toen. En ja, toen merkte je al eigenlijk gauw dat we ja, altijd alle andere amateurploegen in de regio wel flink oprolden. Dus ja, dat was wel een leuke tijd, ja. Per toeval werd de jonge Slegers ontdekt tijdens een zomervakantie in het zuiden. Ja, wij stonden hier in Limburg op een camping en daar was een voetbaltoernooitje. En daar ben ik gescout door iemand van RKC. Dus zodoende kwam ik in Waalwijk terecht. Dus, ja. En is je naar RKC gegaan en daar heeft hem Stanley Bart van Feyenoord dit ontdekt, is je naar Feyenoord gegaan. Van Feyenoord naar NEC en van NEC naar Eindhoven, van Eindhoven naar Trentsen. Van Trentsen ben ik naar Venlo of weer terug naar Eindhoven. Toen is je in Dubai geweest. En toen is je weer naar Den Haag gegaan en nu is je bij het oude nest terug, hè? Ja, bij Eindhoven. En dat was voor hem geen moeilijke keuze. Het eerste jaar dat ik daar zat, ja, we hadden gelijk tweede met over de 80 punten. Dus heb je gelijk een goed gevoel bij de club. En ja, mijn tweede periode was eigenlijk ja, mijn beste periode met 24 goals en, ja, in een seizoen. En ik denk dat Eindhoven altijd wel een ploeg bij elkaar krijgt die toch om de play-offs kan spelen. Terwijl het een kleine club is, altijd wel met goed voetbal mee kan doen. Dus dat geeft wel de doorslag. Hè. Nu rest er nog één vraag. Waarom heeft een Helmonder nog nooit voor een Helmondse club gespeeld? De harde kern ziet hem graag komen. Liever vandaag dan morgen. Je hebt wel veel mensen die het graag zouden willen zien dat ik voor Helmond Sport zou spelen. Ja, een jongen uit Helmond. En soms krijg je ook wel negatieve reacties. Vooral na afgelopen keer toen ik de winnende goal maakte, dan krijg je wel wat berichten, maar dat hoort er ook bij. Maar de materiaalman heeft nog hoop. Als we daar verder zijn, hè, een paar jaar verder zijn, ja, dan wordt hij ook ouder en dan zal hij toch ergens afsluiten. En dan komt hij misschien toch wel hierin. Ik heb het wel het vermoeden. Ja, wie weet als ik helemaal bijna ga stoppen, dan, ja, misschien dan wel, ja. Klopt, ja.